Ja, ik grijp toch even in hoor. Maak je geen zorgen? Ja, er gaan wel meer dingen fout. Ik bedoel, ze mij zo, ja. Andere CD. Wat is er aan de hand geluid? Hij slaat vast. Hij slaat vast. Oh, ja, dat komt een nieuwe CD aan. Misschien tijd voor reclame? Ja, we doen gewoon even een klein beetje reclame. Ja. Ja. Oeh, ah. Ja, de CD is vast geslaagd. Dus, nou, de ouders waren het, hè? De oude raad. Met Anne Follow Him uit de film Sister Act. Ik zal even mijn collega geven wat die ervan vindt.
Nou, ik moet natuurlijk zeggen dat het qua synchroniteit voor geen houtje ging gewoon. Dat is koning niet normaal. Dat heeft inderdaad misschien met de leeftijd te maken. Verder moet ik zeggen, jullie hebben wel de uitstraling alsof het één groot meisje is. Dus ik wil ook zo'n kans kunnen als ik jullie zo zie gaan. Maar toch nog wat een beetje oefenen om net samen tegelijkertijd zo net het heen en weer bewegen. Dus, een beetje oefenen nog. Toch wel leuk hoor. Pardon? Wil je de groeten doen? Ze willen hem nog een keer doen. Nee, sorry. Bij Idols krijgt niemand de tweede kans. Als je dames en heren hier zijn, vier dames van de club met ze. Ze moeten. De Cheeky Girls, dat is een bekende nummer. De Cheeky Song! Vier sterren in de notendop hebben gezien nu.
De danspasjes waren echt fantastisch. Echt, ieder coupletje had zijn eigen pasje, zijn eigen draai. Ja, fantastisch, geweldig gewoon. En nou, wat heb ik te doen jullie? Jemima wilt wel het nummertje. 3 degrees. Dat is wel heel erg koud, hè, met 3 degrees, 3 graden. Jullie doen de 3 degrees met het geweldige nummer Het regent mannen, It's raining men. Nee, het is helemaal niet waar, want het is van de Weather Girls. Ik doe nu maar een Dirty Old Man. Dirty? Oh. Ja, we gaan je huiswerk maar doen. Toi, 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 veel succes. En jij gaat nog even lezen. Wat vinden jullie van musical?
Ja, het is koud hier. Nou, hey, hartelijk bedankt. Hou de kleertjes aan. De kans is groot dat jullie winnen misschien. Ga maar zitten in de zaal. Geniet van de rest. En dan, ja, gaat u maar. Ja, goed gedaan. Kom maar. Nee, via die looplijn. Ja, ja. Nou. Kom maar even hierheen. Ga maar even naar de zaal. Heel kort. Wie zijn jullie en wat gaan jullie doen? Een mosje van je rozen. Jullie zijn een combinatie van de Sioni, geloof ik, en van de Bummutsen. Jullie doen samen een vrije interpretatie van het nummer Een Bosje Grote Rozen van Alex. Alex. Weet ik nog meer? Dit is de Alex-versie. Ja. Ja. Nou, veel succes. Knallen we erin. Ja, dan gaan wij weer van het podium en dan zet ik een andere bril op, want ik zie helemaal niks. Kijk uit, het diertje draagt. Slaan, ja.
maken. Staat er niet op? Ik ben klaar voor het juryrapport. Veel betere bril hoor. Ja, ik zie ook veel beter nu. Nou, dan gaan we hier zitten. Ja, schrijf me erover. Ik moet zeggen, de playback was echt heel erg goed. Het was alleen heel erg jammer natuurlijk dat je vrienden je lieten zitten eigenlijk, want die waren goed aan het pimpelen. Maar prachtig, geplaybackt, echt uitmuntend. Het is natuurlijk een echt feestnummer. En je hebt het ook echt zo gebracht dat iedereen hier ook weer zin heeft gekregen. En iedereen in de zaal was ook aan het meeklappen. Ik heb er nu nog niet in van gekregen. Kom hier. Nou, alles goed. De Gidsen. Ja. Ja, met ik vind het in Night Fever. Fever medley, denk ik dan. Of zo. Ja. Nou, dan verlaten wij het. Ja, dan moeten wij weg. Geweldig, maar ik ben geen jury, helaas, volgend jaar misschien.
Ja, ik ben alleen, dus schakel maar gewoon gelijk over naar de jury. Ja. Ik denk, als we zo'n grote groep straks 5 seconden platencontract moeten gaan geven, dat wordt een heel erg duur projectje voor de scouting worden. Maar, ik denk wel dat ze het verdienen, want het is onvoorstelbaar goed hoe dat ze als grote groep zo'n swingende feestje op het podium weten te zetten en elkaar niet in de weg lopen als ze aan het dansen zijn. Echt fantastisch. Applaus. Daarbij vind ik dat het heel goed is als mensen hun eigen tekortkomingen weten. Iedereen weet dat mannen minder goed kunnen dansen. Dus die moet je achteraan zetten. En als het is ook nu, hun werk perfect laten doen. En de rest van het podium overgeven aan heel veel talent. Jullie zullen morgen je kuitjes zelf doen, denk ik. Hè? Goed, ik
ik zie daar een hele leuke kankerroet. Wil jij de vaartjes even uit? Goeie beste. Ik denk dat je mij iets poepen, want hij is nog steeds niet terug. Ja, we gaan maar gewoon over met de jury, anders willen we weer te vinden. Ja, jury, kom maar in. Nou, zitten we hier in Goorlen of zitten we hier in Australië? Want ik zie hier zoveel echte kangaroes, echt niet te geloven. Ik kan eigenlijk niet geloven hoe jullie daar zo gezellig en vrolijk lopen te hups op het podium. Ik zou zo mee willen komen doen. Hartstikke leuk hoor. Heel goed gedaan. Ja, het was echt, het waren echte kangaroes. Dat was gewoon niet te missen. Ze hadden wat dat betreft het liedje bijna weg kunnen laten, had je nog kunnen zien dat het kangaroes waren. Ik denk dat jullie vannacht echt nog liepen te springen in jullie bed. Maar echt heel mooi gedaan. Ja, de volgende act is Bassie en Adriaan. Beter bekend als... Ja, Bassie en Adriaan, daar zijn ze. Geweldig, geweldige legging. Wat gaat jij doen? Dat is niet zo. Bassie en Adriaan, hoe is lang niks gehoord? Ja, wij zijn op het moment een schat aan het zoeken, Bassie en ik. Maar we moeten heel erg oppassen, want volgens mij zijn er een paar gevaarlijke boeven in deze zaal. Deze zaal? Ja, en ook een paar belastingcontroleurs. Belastingcontroleurs? Ja, maar die boef die maakt altijd zo'n vaste. Hoe was hij ook al in Bassie? Drommels en nog eens drommels. En die hebben jullie hier in deze situatie gesitueerd? Volgens mij zijn jullie gewoon, je bent gewoon Adriaan verkleed als Bassie en jij andersom natuurlijk. Ik had het al lang gezien. Oké, vergeet je nou je neus af te zetten, jongen. Pardon? Zullen we maar gewoon beginnen? Laat jullie een beetje voor mij over. Laat jullie een beetje voor mij over, jongens. Ja, juffrouw Tooske. Yes. No.
Zeg Toos, je had niet gezegd, je past je aan via die bewaren. Ja, je zat zo overtuigend te poepen. Ja, ik weet het. Ik had even last van mijn tanden. Maar, dag vriendjes en vriendinnetjes, fijn dat jullie er waren. Security. Ja, 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 ja. Maar jullie de jury niet meer horen? Jullie vinden het goed zat? Andrea, de jury. Andrea, zo is het. Dat zijn mijn punten natuurlijk. Andrea heeft een ontzettende kevel. Ja, sorry. Ja, wij snappen dat Bas en Andrea bang zijn voor de belastinginspecteur. Blijkbaar is het geld wat ze hadden een beetje op, want ze hebben één microfoon voor twee mensen. En als je met z'n tweeën een liedje zingt, kan dat heel lastig zijn. Maar voor de rest vonden wij het een erg leuk liedje. We hebben er veel van opgestoken, we hebben een cursus Spaans gehad. Ja, nou, dat had ik niet verwacht op een zaterdagmiddag in Jan van Bezouwhuis om een cursus Spaans te krijgen. Jullie zijn ouder, hè? Dus mag jullie legitiem afzeiken? Ik vond hem namelijk echt helemaal niks. Liptechnisch was het slecht. Choreografisch onder de maat. Het enige wat dan wel leuk was, is de aankleding. Ja, het is alleen jammer dat Bassie de kleren van Adriaan aan heeft en Adriaan de kleren van Bassie. Doe maar een goed oefenen verder, jongens. Ja, dat kan ik goed zeggen. Alles is voor Bassie. Dames en heren, zien het dan. Ik zie hier een beetje stoer en ruig uit met mijn ruige bril en mijn ruige shirt met een doodhoofd erop. Dat heeft te maken met de volgende acte. Ja. En die wil ik graag nog even naar voren, of kwam die niet? Ja, hij kwam wel naar voren, toch? Ja. Ja, daar heb je Gijs achternaam. Van Gompel. Van Gompel? Ja, Gijs van Gompel. Je hebt een gitaar bij, want ik vraag me, ga je daar ook echt werkelijk op spelen? Ja. Echt waar? Nou, dan zijn we heel erg benieuwd. Je gaat Metallica doen, heb ik gehoord. Dat is een vroeger stickertje. Dat is Nederlands voor metaalachtig. En het liedje heet... Enter the Sandman. Ga binnen bij de Zandman. Enter the Sandman. Enter the Sandman. Nou, dan ga ik het even correct aankondigen. Waarom? Dames en heren, jongens en meisjes, we zijn heel trots dat we hier hebben op ons Idols podium. Het is namelijk de enige echte Gijs van Gompel met zijn eigen interpretatie van het nummer Enter Sandman van de speed metal band Metallica. Thank you.
Nou Gijs, ik heb ze niet meer nodig, hoor je wel. Lukt het, je moet het vaartje aan meneer Gijs geven. Gijs, ik vond het hartstikke goed. Ik vond het fantastisch. Ik vond het een review met de mensen. Ja, dat klopt. Ik blok graag mensen een review. Ja, schiet nou maar op dan. Een jury, wat vonden jullie van Gijs? Een interpretatie van het nummer Sentiment van Metallica. Ja, muziek is emotie. En ik moet zeggen dat Gijs zich ontzettend goed aan het inleven was daar op dat podium. Dat zag er gewoon heel overtuigend uit. Dat zag er echt goed uit. Ja, applaus. En daarnaast is het ook heel knap om meteen solo te gaan. Om meteen het hele gedoe met beentjes en zo achter je te laten. En daar meteen als solo-artiest te gaan staan. Daar heb ik ook respect voor. Emotie was duidelijk te zien, daarom hoop ik niet dat ik jou vannacht alleen tegenkom, want je kon ongelooflijk fel kijken. Maar verder een compliment. Nou. Nou, Gijs, hartelijk dank. Ik wens namelijk nog een applaus voor Gijs. Applaus? Puntmutsen? Puntmutsen. Nou, ik hoop niet dat het echt puntmutsen zijn. Ze doen een liedje van Sita. Ze zijn erg blij, erg happy. En ja, ze gaan het hier gewoon heel jammer zouden zetten. Hier zijn twee puntmutsen met Happy van Sita. Sita. Na 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 na
heel knap. Ik mag de jury natuurlijk niet beïnvloeden. Of ze zijn heel druk bezig, zie je. Ze krijgen cola. Dan krijgen wij iets. Als ik een soort. Ja, ik wil toch wel even. Cola. Als ik net zoiets wil als een nefro, een forgets en backing ground vocals, dan wil ik hun. De Jamaïs. De Jamaïs, als achtergrond komt. Ja, dus jullie bewaren de achtergrond mee komen zingen bij Jamaï. Heel erg. Maar goed, wij gaan zitten op onze krukken. Ja. Dan moeten jullie naar de jury luisteren. Jury. Nou, cola? Nou, ik denk dat Sido op mag gaan passen voor die concurrentie. Want jullie hebben precies de juiste uitstraling en precies de juiste pasjes en zo voor dit soort happy pop. Ik denk als Sido dit gezien had, dat ze sterk zou gaan wibberen. Heel goed gedaan. Ja, kleding goed, zonnebril goed, pasjes goed. Niet van Jamaï, maar dat meisje daar heeft een zonnebril boven op haar hoofd. Heel modern, heel cool. Twee van die kleine meisjes en dan al zo happy op het podium. Echte idols. Geweldig. De volgende act is De Verkenners. Artiest is De Verkenners en ze zingen De Verkenners Medley. Wij kregen net al van de organisatie te horen dat jullie het podium groter verwacht hadden.
Ja, het werkt dan ook niet mee op zo'n moment natuurlijk. Maar met al die beperkingen was het toch gewoon een fantastische act die jullie hebben neergezet. Dat is echt super goed gedaan.
geen stormkanten. Nou, Tooske, ik denk dat je boeltje wel kunt pakken daar met de drie musketeers. Dit was gewoon een professionele musicalproductie. Choreografie goed, kleding goed. Ik denk dat jullie binnenkort een telefoontje kunnen verwachten van Joop van den Ende producties. En het theater ingaan. Fantastisch. Ze zeggen altijd van Grieten dat het kattenkopjes zijn, maar dit zijn wel hele lieve kattenkopjes. Heel goed gedaan. Goed hoor. Ja, heel goed. Jullie mogen afgaan. Dat heb ik, ja. De groene. Dames en heren, jongens en meisjes, de volgende act, dat zijn volgens mij Sioni Buggeleiding. Met een fenomenale typo-act, een clowns-act. Van de Clinic Clowns. En met deze act wensen zij de Clinic Clowns een warm hart onder de riem te steken. Sioni, veel plezier met jullie. Vrije interpretatie van. Ik zing. Ik zing een lied voor de Clinic Clowns. Kom. Juintjes aan die spreuken hangen, schoot een vaderhaan verboog. Heerlijk avondjes gekoemen, o als eieren zo groot. Het zonnetje gaat van ons schijnen, ja, nog de tuinman die het ziet. Op die grote stille heide, een busje vijf, zes spreuken, niet nog aan de schoorsteen hoor. Nou, vult de jury vragen wat ze ervan vonden.
En dan met het in het achterhoofd dat het dus nog niet helemaal af is en dat het eigenlijk gewoon een fantasie van de technisch is. En dat het nog veel gaver werd. Ja, wat hadden jullie nog allemaal van plan? Ja, vuurwerk, confetti. Ik zie het halen. Confetti, jammer. Ja, en inderdaad, die salto's zijn erg jammer natuurlijk dat er een technische storing weer is. Aan de andere kant, je kunt je afvragen of dat wel niet een zee uit de hemel is, zo'n technische storing. Misschien was dit ook wel een moment waarop je zou zeggen van, nou, we hebben het gezien. Maar de aankleding was heel leuk en ik moet zeggen, een complimentje voor het lippen. Het zingen was hartstikke goed. Veel meer. Ja, het had ergens een Bassie en Adriaan gehalte. Iets vond ik erin terug in de act. Ik kan het niet helemaal plaatsen. Inderdaad, de playback van de hoofdfiguur was natuurlijk fenomenaal. Erg goed. Alleen om nou jou als idol boven mijn bed te hangen, ik twijfel nog. Ja, dan pas ik de bril boven iedereen zijn bed. De bril. Zo, nou ja, weer geen vaartjes, nog steeds kwijt. Ja. Move maar, we gaan het. Jullie fantastische puntmutsen met een... Met een K. Met een liedje van K3. K2. Ja. Nou, ben naar de plaats. Yeah.
Zo, dit was hartstikke goed. Ik ben in ieder geval iemand anders dan Jamai. Ik ben Jamai. Want jij bent Jamai. Nou, wat zit daar nou alweer? Wie is nu de echte Jamai? Maar we zijn nu hier. Hallo. Ja, twee. Waar is nummer drie? Oh jee, wat gast. Nou, ik vind wel dat jullie het met z'n tweeën heel goed hebben opgevangen. Ja. Dat jullie heel mooi en goed gezongen hebben gedaan. Nee, dansen. Maar we zijn geen jury, we gaan op onze truc. Ja, deze truc. Zo. Ja, ik vind de liedjes van K3 zelf altijd heel erg leuk. En dit is dan ook eigenlijk een van mijn favorieten. Echte K3 pasjes, echte K3 sfeer eromheen. En ik heb nummer 3 niet gemist hoor, dat hebben jullie prima opgevangen. Heel erg goed gedaan, ik vond het heel erg leuk. Ja. En ik wil nog even aan toevoegen dat de oude raad hier nog heel veel van kan leren. Waar is de echte Jamai? Ik ben de echte Jamai. Ik ben de echte Jamai. We hebben er nog één, geloof ik. Ik ben de echte Jamai. Ik ben ongeveer 14 jaar oud en ik ben sinds kort popartiest. 16. Ik treed overal in de landen op en ik heb een gigantisch platencontract waarvan ik heel veel centjes hoop te verdienen. En mijn producers natuurlijk ook een hoop centjes hoop te verdienen. Wie is de echte Jamai? Ja, zullen we maar kijken? Er is er nog geen die zegt dat het Jamai is. Het is Bart. Ja. Ja? Nou, we gaan het even bekijken. En dan zullen we direct wel zien wie er echt is. Dit is Bart als Jamai. To me, love you.
ben ik weer eerlijk. Ik vond het fantastisch. Ik vond het geweldig. Dan ben ik wel even iets kwijt, dames en heren. Ach, met de gele loep. Hoe vond je het trouwens zelf, ja? Welk merk bril heb je? Weet niet. Altijd zeggen, jongen, daar verdien je heel veel centjes mee. Goed. Nou ja, hij was de CD vergeten, dus ik heb achter het podium ben ik zo vrij geweest om voor hem het lied te zingen dat hij mee kon playbacken. Ja. Echt waar, echt waar. Nou, maar ik denk dat jij blij mag zijn dat je je platencontract al binnen hebt, want anders had je in kunnen pakken, denk ik. Ik ben al binnen. Hij zei eigenlijk beter als de echte Jamai. Lippen goed, haar goed, bril goed. Fantastisch. Ja, ik kan er maar één ding over zeggen. Een ster is opgestaan hier vandaag, jongens. Echt waar, er staat een ster op het podium. Oh, ik dacht dat Jamai het al over moest nemen. Zing lekker mee! Ja! Ja! De second is one karaoke dance party. I'm gonna take things down a little bit with one of my personal favorites. Don't go changing to try and please me. You've never let me down before. Toen kwamen jullie terug
na die stilte, met nog meer plezier als dat voor daarvoor die stilte was, erg knap. En alleen, ik zag daar net een spiegel, volgens mij, maar als ik in de spiegel kijk, dan zie ik toch iets heel anders dan wat ik keek als ik naar jou toe keek, volgens mij. Maar goed, in de hele dat het heel snel gaat, heel veel wisselingen, en dat hebben jullie perfect gedaan, inderdaad zonder gestoord te worden door die storing. Nee, gewoon zelf, lekker doen wat je doet, gewoon doorgaan. Hartstikke goed. Dat is Ga jij maar op je plek? Ja, Jamai, de snabbelkoning is weer gevraagd voor deze wet. Het is een zoekplaatje, zoek de Jamai. Het is de FA Blues Band. En ze spelen. Ga zitten, lieverd, het gaat zo beginnen. Ja, allemaal. Ja, dat heeft het gezien hoor. De FA Blues Band met Knock on Wood. Ze kloppen op hout. Nou, doe het vandaag maar open. Het kantoor is weer weg. Degene die het zong, was het nou een vrouw of een man?
Nou, ik sta met mijn neus bovenop, ik weet het ook niet. Nee. Wij konden niet helemaal volgen, want het idee is volgens mij dat diegene man is van de persoon zelf, maar volgens mij moet diegene vrouw nadoen. Maar zit u nog een beetje onder de drank van Adriaan, want af en toe kon je helemaal niets meer van wijs. En ja, vrouwen trekken toch niet zomaar de rok uit, dus dat is toch wel een beetje te, vind je? Een beetje vies vond ik het wel, ja. Inderdaad. Gaat het allemaal goed? De gordinage gaat... Ik vraag me af of dit serieus is bedoeld. Of dit meer in de kader van dat programma Abnormaal of zo. Nee, het was inderdaad, volgens mij jongens, was het een serieuze act. Het was een serieuze act. Ja. Dan hoop ik dat jullie nooit, maar dan ook nooit meer op het podium gaan staan. Ja. Jongens, sorry. Jullie kunnen omkleden. Ja, het is een spannende act. Het zijn namelijk de Jackpas met Thriller van Michael Jackson. We'll be right back.
close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Oh, het is een echte neus, is het nog niet echt? Nee. Oh. Sorry, hoor. Ja, we kunnen hier wel heel veel over zeggen, maar ik denk dat de jury het helemaal niet. Ja, dus ik heb er eigenlijk heel weinig op te zeggen. Ja. Ik vond het gewoon, ja. Sprakeloos. Ja, vanaf de zijkant zag het er heel apart uit. Ja, ja, dat mag ook best. Ja. Dit is een nummer dat heel veel gedraaid werd in de tijd dat ik de disco ging. Het was toen echt een super hit. Ik moet zeggen, dit vond ik ook echt een super act. Buitengewoon. Jullie zanger is echt twee druppels water dan Michael Jackson. Tot met een filmbesproken neusje toe. Choreografie, fantastisch. Timing geweldig. De hele act, het heeft een uitstraling. Ik kan er niet meer over zeggen als ik het geweldig vond. Ik zou niet weten wat ik hier aan toe moet voegen. Echt heel erg goed gedaan. Uitmuntend. Dus. Ga er goed voor zitten. Als je het liedje kent, dan mag je volgens mij heel hard meezingen. Liefst wel. Want ik denk dat de mensen die het allemaal uit gaan voeren niet zo goed kunnen. Nou, en af! Bob de Power. Dat kan veel harder. Nog een keer. Bob de Power. Bob de Power. Dames en heren, jongens en meisjes. Hier zijn de Pivo's met Bob de Power. Jongen, kom op maar, hè?
set staat. Geweldig. We hebben het maar gestoken. Hoeveel hebben jullie hier op geoefend? 0 keer. 0 keer. Nou, dat vind ik ook knap. Als je het al 0 keer geoefend hebt, dan vind ik het op zich... Ja, nog steeds niet. Dat je dan weet hoe je zo'n helpje op moet zetten, vind ik dan ook knap. Ja. Goed, wij gaan zitten. Jury, ja. Maak zin. Nou, wat er in ieder geval wordt gebouwd, is een feestje. Ik doe de Polonaise hier door de zaal, eerlijk en eerlijk. Dus de pivo's kunnen in ieder geval een feestje bouwen. Ik weet niet of dat Jan van der Zouwhuis blij is met hetgene wat daarboven in de nok van de zaal gebeuren. Maar goed, als het plafond naar beneden komt, dan weet ik dat het verschilt van mij. Hé, wat een mooie bocht. Ja, dat snap ik eigenlijk niet. Is dat eikels? Eikels. John? Ja, als dat voor ons bedoeld is, ik zou zeggen, kijk eens in de spiegel, heren. Nou. Nou, wat er nog positief aan is dat ik samen zag rondlopen met ladders en met gereedschap. Ik denk dat het heel goed is om ook een alternatief plan achter de hand te houden. Als het niet lukt met carrière, en die kans is vrij groot, dat je dan nog een echt beroep hebt geleerd als loodgieter of brandweerman. Goed. Van inberaad, zowel als de jury weet wat de uitslag is, dan komt de jury naar ons toe. Yeah. Dan worden vervolgens de prijzen uitgereikt. Precies. En daarna, dat is het nummers. De bedoeling, dat de winnende nummers nog een keer optreden. Daarom is het allemaal jullie kleren aanhouden. Ja. Precies, maar het duurt nog wel even voordat de jury klaar is. In de tussentijd hebben we een leuke disco en ik dacht misschien Jamai, gezien jouw weinige optredens die je nu hebt gehad, is het misschien leuk om nog een praktische oefening hier in het Jan van der Zouwhuis te doen. Nou, ik nog even promoten. Het betekent dus dat als jullie willen, mogen jullie mee dansen, mee zingen, mee spelen. Probeer het een beetje naar je zin te hebben, anders val je dadelijk helemaal in slaap. Ja. Precies, start wat, ga je het alleen, moet je wel liggen, moet het blijven. Je mag op de achtergrond mee dansen, maar het hoeft niet, je kan het alleen. Oké. Ja. Ja. Nou, ik zou zeggen, hier is Jamai met Jamai en step geluid op. Oké. En daarna is het disco, hè? Ja. Ja. Doe maar laag. Oh,
ongelooflijk hoog. Het was fantastisch. Het was onvoorstelbaar hoeveel werk dat de scouting hieraan besteed heeft. Jullie dus allemaal. Er waren hele diepe punten. En er waren ook hele hoge punten. En ik zal jullie niet veel langer meer in spanning houden. We hebben twee tweede en twee eerste prijzen. Ja. Hebben wij gewonnen? Helaas. Maar ik wil wel heel graag een applaus voor Jamai en de coach voor de geweldige resultaat. En dat kan harder hoor. Come on! Ik ga beginnen met de speltak voor de oudste speltak. We eindigen dadelijk met de kleinste speltak. Oké? Okay? Ja, er is geen inspraak mogelijk, helaas. Vanuit de oudste speltak is de derde prijs voor de verkenners. Ze hebben maar liefst 31 punten behaald voor ons van de jury. Het was heel duidelijk dat de verkenners er heel veel werk van gemaakt hadden. En dat verdiende gewoon de derde prijs. Dus een heel groot applaus voor de verkenners! Is er iemand van de verkenners die iets wil zeggen? Dat jullie voor gestemd hebben! Wel, ik hoor hier iets. Wie vertelde iets? Nou, de verkenners duiken nu ineens allemaal weg. Jullie durven het niet? Wacht even, dit komt niet. Nou dan met z'n allen, jongens. Het was geweldig! Oké, je hoort de verkenners. Applaus! De tweede plaats is met 32,5 punt. Echt heel veel dus ook. Saturday Night Fever. Dit is... Ja. Dat, we waren het echt, we waren diep onder de indruk van de act van de hits als jury. Dat zat ook heel dicht bij elkaar, moet ik zeggen. Inderdaad, het was moeilijk. Het niveau was erg hoog. Allemaal. Is er iets, iemand van de gidsen die iets wil zeggen? Is er een teleurstelling bij jullie omdat het net niet was? Of hebben jullie nu zoiets van, nou ja, volgend jaar zijn wij degene die de eerste plaats wegkamen? Twee jaar hoor ik iets. Ja. Op deze, ze kruipen allemaal onder het podium. Terwijl jullie net hier echt een geweldige show stonden weggekregen. Is er iemand die iets wil vertellen tegen zo? Hoe blij zijn jullie? Nou, heel blij. Pietje, dankjewel. Oké. Okay. Gaan we nu verder met de derde prijs. En dan van de jongere speltak. Van de jongere speltak. De derde prijs hupte hier over het podium. Ach, wat leuk. Ja, ja. En het waren de bevers met 30 punten over de derde prijs. Ja. En zijn zij een beetje in de staan? Ik weet niet hoe ik het kom maar op, hoor je bevertjes? Alle bevers, alle kangoeroes? Ja. Zijn alle kangoeroes hier op het podium? Ja. Waar is die grote dikke kangoeroe eigenlijk? Waar is die grote dikke kangoeroe? Ja, ik ben ook wel heel erg dik, maar ik ben geen kangoeroe. Ja. Die is uit eten, die grote dikke kangoeroe is uit eten. En
Hoe blij zijn jullie met de derde prijs? Ja! Kijk, dat is nou blij. Dank je. Applaus. Hallo. Leg niet bij de enkels af, net als Sanne nu zei. De tweede prijs. Let op, de tweede prijs. De jury met 30,5 punt vond het onvoorstelbaar knap dat hier in zijn eentje de echte Jamai van het podium heeft gezongen. Ja, de tweede prijs is dus ook voor Bart Sterk, Jamai. Bart, het is je van harte gegund. Ik ben heel trots dat ik jou deze prijs uit mag reiken. Ben je het goed voor deze dag, niet zo. En Bart, hoe voel je je nou? Blij. Blij, Bart is blij. Bart, ik heb het contract hier. Je komt na, nadat ik ze kom. Okay. Een applaus voor Bart! We hebben nog twee eerste prijzen over. Dat betekent dat we dus ook nog twee acts krijgen dadelijk. Want die gaan dadelijk nog een keer voor ons optreden. Okay. Van de kleine spelpark. Zijn er in acts? De windlezer. Ja! De spanning niet te hoog op te laten komen. En de volgende act zich ook eventjes kan voorbereiden zo dadelijk. Ga ik ook gelijk vertellen wie de eerste prijs is van de ouderspel. De keuze was niet zo heel erg moeilijk omdat het niveau ontzettend hoog was. Ja, van de winnaars. Ik heb al zo vermoeden. De Sherpas met Triller. Oké, Sherpas. Als jullie heel veel plezier met deze optredens en namens de jury, heel erg dankjewel. Hier zijn de winnaressen van de Scouting Playback Show 2003, categorie kleinere speltakken, de wipneuzen met de Aristokatten. Bijna iedereen heeft zorgen zat. Je hebt gewoon niet.
staat op een stoeltje. Ik zit niet. Oh. Ja. Ho, 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 ho. Jongens, nog even een hard applaus voor de Aristokatten, oftewel de Wipneuzen, met een fantastisch werk. Search of blood.
Thank you.
de site, de foto's staan op de site, rolandschoorlog.tk. Oké, nou ja, dat was het. Dit was het echt. Het is echt afgelopen. Dit was het echt. Hele fijne Pasen. Ik denk dat jullie papa's en jullie mama's met name achter en hier aan de zijkant te vinden zijn. En de leidingen heeft het zelf wel. Fijne Pasen en tot over 2 jaar!